Wil je video's gaan opnemen zonder over je woorden te struikelen of specificatie op te noemen? Dan kan een teleprompter of autocue een uitkomst zijn. Maar weet je niet waar je moet beginnen of hoe het werkt? In deze video ga ik je 5 tips geven over het werken met een teleprompter. Voordat ik verder ga met de tips, eerst even het volgende. Is het nu een teleprompter of een autocue? Want er wordt vaak de naam autocue gebruikt, maar eigenlijk is het een teleprompt. Een beetje zoals de naam iPhone gebruikt wordt voor veel smartphones of GoPro voor een actioncam. Autocue was het eerste bedrijf wat teleprompters maakte. En het is zelfs zo dat in het Nederlands er geen Nederlands woord bestaat voor een teleprompter. Daar wordt gewoon de naam autocue altijd voor gebruikt. Maar als je erop gaat zoeken, zoek dan op een teleprompter. Als eerste is het belangrijkste weten hoe groot scherm je wilt gaan gebruiken. Dit heeft mede te maken met de afstand tussen jou en de prompter. In tv-studio's zie je vaak hele grote, dure prompten staan, maar daar staat de presentator ook relatief ver weg. Maar voor het opnemen van presentaties of demo's zoals deze, zit je vaak relatief dichtbij. Ter idee, ik heb ongeveer een armlengte afstand nu met de prompter, dus dit gaat eigenlijk heel erg goed. Ik kan eigenlijk heel makkelijk oplezen nu. Dus nu heb ik eigenlijk genoeg aan een prompter voor een smartphone of tablet. Op de studio hebben we 2 modellen. Eentje voor een tablet. Maar dit is mijn favoriete prompt die ik nu gebruik. De Forthink Mia XL. Hier heb ik nu een iPhone 13 mini op zitten. En op de studio heb ik een oude iPhone 11 zitten en die heeft een net wat groot scherm, welke gewoon precies groot genoeg zijn voor het oplezen. Het voordeel van deze unit is dat hij op de lens gemonteerd zit en het gaat goed, want het is een lichte opstelling. Maar het grote voordeel is dat je niet je camera helemaal uit een reek hoeft te halen. Als je bijvoorbeeld degene kijkt met de tablet, dan zit de camera echt helemaal ingebouwd op de unit en die kan je er wat minder makkelijk op of afhalen. Dus heb je eigenlijk echt een vaste unit nodig. Maar deze unit kan ik dus heel erg makkelijk meenemen op locatie. Hij kan voor op de lens zitten. Ik kan heel makkelijk tussen camera's wisselen en dat vind ik dus gewoon heel erg fijn. Maar soms kan Max helemaal gewoon een groter scherm hebben om op te kijken. Dan kan je beter naar de andere optie gaan. Dan vervolgens is de app heel erg belangrijk die je gebruikt. Zelf gebruik ik na het testen van een aantal apps iAutocue. En nee, deze video wordt niet gesponsord door Roen. Maar ik kan deze wel makkelijk instellen, tekst inladen en het werkt ook nog eens een keer met heel veel verschillende afstandsbedieningen. En daar hebben we gelijk een hele mooie brug mee naar tip 3. Maar voordat we naar tip 3 gaan, deze video wordt wel mede mogelijk gemaakt door mijn nieuwe sponsor Squarespace. Zelf gebruik ik al jaren Squarespace voor zowel mijn eigen website als de websites die ik voor klanten maak. Squarespace is een makkelijk te gebruiken platform om je website op te bouwen, ontwerpen, hosten en onderhouden. En Squarespace is te gebruiken zonder al te veel ervaring, door zijn vele templates en makkelijk te gebruiken instellingen. Maar daarnaast bevat het wel alles wat je nodig hebt om een website te maken van een simpele portfolio website met bijvoorbeeld foto's en een paar video's, tot een complete webwinkel en platform waar je bijvoorbeeld ook afgesloten klantengedeeltes hebt om bijvoorbeeld tutorials op te gaan verkopen. En mocht die niet uitkomen, dan heeft Squarespace ook nog eens een keertje een 24/7 klantenservice. Of je kan natuurlijk mij inhuren. Ja, laat het gewoon opnoemen. Kortom, Squarespace heeft alles wat je nodig hebt. En als je het wil gaan gebruiken, gebruik dan de code FERRY10, want dit geeft nog eens een keertje 10% korting. Om je tekst af te spelen, moet je hem kunnen starten en stoppen. Bij de meeste prompterkits zit een afstandsbediening zoals deze. Echter werken deze vaak niet met alle apps. En je moet ze in je hand houden, wat ik zelf minder prettig vind. Dus toen ik laatst bij een muziekwinkel was en dit voetpedaal tegenkwam, heb ik die meegenomen. En dit is echt een uitkomst. Sinds deze ben ik pas echt prompters gaan gebruiken. Want door de afstandsbediening niet in mijn handen te hebben, kan ik gewoon veel fijner werken. En zelfs met demo's, als je dingen moet vastpakken en doen, dan is een afstandsbediening in je handen hebben gewoon niet handig. En
Het voordeel van het gebruiken van een voetpedaal is namelijk dat je ongemerkt de tekst even kan starten of stoppen. Dus als je merkt dat je meer tijd nodig hebt, dan kan je hem even pauzeren. Dan kan je gewoon even freelancen en dan kan je vervolgens weer verder gaan. En dat is gelijk een hele mooie brug naar de volgende tip. Waarbij ik aan het begin zei dat een teleprompter heel erg fijn is om bijvoorbeeld feiten en cijfers en code foutloos op te kunnen noemen. Om het nog een beetje natuurlijk te houden, is de tekst letterlijk voor mij altijd volgen, niet altijd even heilig. Soms als ik aan het presenteren ben, schiet mij iets tussendoor op wat ik even tussendoor wil opnoemen. En dan kan ik gewoon even de tekst stoppen en dan gewoon even tussendoor freewheelen. Ik kan even hier naar deze camera gaan kijken en soms heb je het gewoon nodig om een klein beetje wat luchtiger te houden. En dan nog een kleine bonus tip. Als je tekst schrijft, houd voldoende lege regels tussen de verschillende paragraafjes. Dit houdt namelijk een stuk makkelijker en beter leesbaar in verschillende blokjes. En geef je ook tussendoor tijd om even adem te halen. En voordat we doorgaan naar de laatste tip. Als je dit een leuke en leerzame video vindt, geef dan een duimpje omhoog hier beneden. En ben je nog geen lid van mijn kanaal, druk dan gelijk even op abonneren. En heb je hier nog vragen over, dan kan je ze hier natuurlijk ook onderin stellen. De laatste tip is oefenen. Want net zoals met al het andere, oefening baart kunst. Oefen zo een keer je tekst 2 à 3 keer voordat je begint met opnemen. Zodat je zeker weet dat alles lekker loopt. En ik kan je vertellen, met mijn dyslexie kan het af en toe best een enorme uitdaging zijn. Ik doe mijn best, maar soms sluipt er toch nog wel eens wat tussendoor. Maar zorg ook daarnaast dat je oefent met het werken met de teleprompter aan zich. Dat je weet hoe het werkt, dat je weet hoe de afstandsbediening werkt. Dat je weet wat een fijne leessnelheid is, wat een fijne lettergrootte is, etc. En een voordeel als je het opneemt, vooral als het niet live is, het kan nog een paar keer over. Zelf doe ik soms ook gewoon 2 à 3 takes om te zorgen dat alles er gewoon helemaal goed op staat. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze video. Dankjewel voor het kijken. En uiteraard, zoals je gewend bent, klik hier om te abonneren. En hier voor video's die ik eerder gemaakt heb. Geef een duimpje omhoog als je een leuke video vindt. Heb je nog vragen? Laat ze hier onderin weten. En zie ik hopelijk snel terug bij een volgende video. Hoi hoi!